Coole kids. Ha, Jaco hier. Wat leuk dat je weer kijkt naar mijn vlog. Ik heb weer een nieuw cadeautje vandaag, maar deze is zo enorm zwaar. Hier, laat daar wel iets heel bijzonders in moet zitten. Zo. Ha, maar voordat we deze open gaan maken, moet ik eerst wat vertellen. We hebben al zoveel cadeautjes opengemaakt, dat ik nieuwe cadeautjes moest hebben. Dus ik ben op zoek gegaan naar nieuwe cadeautjes. Kijk maar. Kijk nou eens wat een hele ontzettend knappe Piet hier op het raam hangt. Hey. Zie je dat? Wauw, dus hier is het. Bleek Toys & Hobby. Ga eens even kijken. Volgens mij kan ik hier wel slagen. Wow. Moet je nou eens kijken wat een grote winkel. Oh, en kijk, een trein. Dat is cool. Heb je dit gezien? Sinterklaas, Americo en een Piet. Deze gaat mee naar het kasteel. Oeh, kijk, nog meer Pieten. Deze gaat ook mee naar het kasteel. Dit is de laatste. Zo, kijk eens. Dit zijn echt heel veel cadeautjes. Hoe krijg ik die nou naar het kasteel? Ik ga gewoon even bellen. Saaien? Ja? Kan ik hier ergens bellen? Ja, tuurlijk. Kijk eens, alsjeblieft. Super, wat heb jij een coole telefoon? Ja, hè? Wauw. Ha. Hallo, met Diego. Ja, ik heb jullie hulp nodig, maar wel snel. Wat? Dat is snel. Ha, dat is wel heel cool. Oké, Pieter, luister. Als jullie me willen helpen... Deze moeten allemaal naar het kasteel toe. Ja? Ja. Kom, ja. Hoppakee. Ha, supercool. Kijk, dat is nou zo leuk als er veel Pieten zijn. Dan kunnen ze je helpen. Deze neem ik mee. Hop. Wat een coole winkel is dat, hè? Oh, ik ben zo benieuwd wat hierin zit. Jullie ook? Zullen we het doen? Ik zei al, hè? Hij zegt enorm zwaar. Oké, ik ben er klaar voor. Let op. Dit ga je niet geloven. Dit ga je echt niet geloven. Een oxboard. Een oxboard. Dan hoor ik jou vragen, laat eens een oxboard. Althans sommige van jullie. Want dat is een heel populair stukje speelgoed dit. Zo, ik ga eens even kijken. Heb ik hem helemaal open? Ja, ik heb hem helemaal open. Wauw. Kijk dan. Oh. Hij is echt zo zwaar. Oh, bam, daar is hij. Jeetje, het is een echte. Super cool. En hij doet het ook gewoon. Even kijken wat hier verder nog in zit. Dat is wel belangrijk. Die, deze en het boekje. Oh, er zit daar. Eigenlijk zitten er maar 4 dingen in. Het oxboard, de oplader en een hele coole afstandsbediening. En dit is wel heel erg cool, want stel dat je hem ergens hebt liggen en bijvoorbeeld een van je vriendjes wil erop en je hebt je afstandsbediening, dan kun je hem uitzetten. Dan doet hij niks. Even, dit is leuk, maar dit is het allerbelangrijkste. Je mag er nooit op gaan staan als je niet eerst dit gelezen hebt. De gebruiksaanwijzing. Want als je niet weet wat je doet, dan kan het heel gevaarlijk zijn. Je kunt vallen, je kunt jezelf bezeren, je kunt dingen stuk maken. Dus dat is heel belangrijk. Dat je deze eerst leest voordat je überhaupt 1 voet op je oxboard zet. Wat een waanzinnig cadeau. Nu hoor ik je vragen. Ik hoor jullie trouwens allemaal vragen. Gaat Diego daar ook op staan? Nou echt wel. Kom maar mee.